je zegt iets, maar je doet het niet. En ja, voor je 5e hebben we afgesproken, we gaan het een keer doen. Logica waar zelfs Johan Cruijff jaloers op zou zijn geweest. Maar velen zullen zich erin herkennen. Beginnen met trainen is 1, maar het uiteindelijk doen 2. Ja, nog 100 dagen en dan begint hij dus, de kustmarathon. En iedereen zegt wel een keer dat hij hem wil lopen. Het is een soort van bucketlist dingetje. En voor een aantal topsporters, dit jaar de kans om hem een keer te gaan lopen. Want er verschijnt dit jaar zowaar een prominente ploeg aan de start. Gisteravond was de briefing in Zoutelanden. En daar zagen we onder meer Kim Reiniersen. Hij liep de Olympische marathon van 1992 en voorzag de prominente van tips. Onder hen dus ook Gerard de Nooijen, die samen met zijn broer Dennis voor het eerst gaat meedoen. En Johnny Hogeland. Maar die trekt zich terug. Johnny Hogeland, wat is dit nu? Jij zou meedoen met de kustmarathon. Ja, dat klopt. Maar nu niet meer. Na zijn afscheid als wielrenner kondigde hij aan dat hij ging trainen voor de kustmarathon. Maar een blessure gooit nu roet in het eten. Hij zou hem eventueel wel kunnen lopen, maar Hogeland had andere plannen. Ik dacht, ja, als ik dat doe en ik heb een jaar om te trainen eigenlijk, of ja, 10 maanden. Ik dacht, dan wil ik ook meedoen voor een mooie klassering. Niet dat ik daar top 10 ga lopen, maar ja, ik had wel eens een idee, tussen 10 en 20 moet eigenlijk lukken. Zo? Ja, ik liep 1.17 in Westkapelle toen. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met de kustmarathon, maar ja, mijn conditie was natuurlijk top. Want ja, ik altijd op topniveau gefietst, dus mijn conditie is niks mis mee. Alleen, ja, ik kreeg dat niet onder de knie, die spierbelasting. En toen ging ik weer trainen na een week of 6 en toen was ik eigenlijk gelijk weer, had ik last van mijn hamstrings en toen heb ik mijn schoen in de kast gegooid en ik heb eigenlijk niet meer gelopen. En dus zien we Hogeland niet terug in het prominente team. Gerard de Nooijen is wel begonnen met trainen. Al vaker riepen hij en zijn broer dat ze de kustmarathon gingen lopen. Maar er was altijd wel weer iets wat er tussendoor kwam. Dat klopt, maar we zijn nu kunnen we niet meer terug. Nee, nu moet het. Het staat op beeld, kijk maar. Ja. Niet een beetje te laat om te beginnen? Dat weet ik, dat zien we zelf wel. Als ik hem uitloop is het niet te laat. Maar oké, het doel is uitlopen en genieten van die marathon. Iets wat Hogeland dus niet meer zag zitten. En eigenlijk doordat ik de kustmarathon wilde lopen en Gerard, hebben ze daar een team omheen gebouwd. Dus ik vond het wel even zo. Je verlaat het schip. Ja, eigenlijk verlaat ik het schip. Dus het is nu geen prominente team meer eigenlijk. Ja, het is nog wel een redelijk prominente team. Ja, want de grootste verrassing op de lijst moet nog komen. Michael Bogert staat erop en daaronder Peter Balkenende. Maar dit is niet de Jan-Peter Balkenende, hè? Dat weet je natuurlijk wel. Toch even checken bij Peter zelf. Heel veel tussendoor komen, hoor. Ik had begrepen dat u Peter Balkenende was. Ja, dat is niet Jan-Peter, hè? Ja, want we zagen een prominente team en we dachten, Balkenende gaat hem ook lopen. Ja, en enkele van de mensen die hier aanwezig is, dacht dat eigenlijk ook al dat er misschien wel de ex-minister-president mee zou gaan doen. Maar het is wel familie, maar hij is in heel veel dingen heel goed. Maar in lopen ben ik iets beter, denk ik. Nog 100 dagen dus tot de kustmarathon. Zonder Jan-Peter Balkenende en Johnny Hogeland, maar met de broers de Nooijen.